In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Zoals jullie zien hebben we vandaag een speciale nieuwe kersteditie om de komst van de Heer Jezus te vieren. In deze moeilijke tijd hebben we het allemaal wat lastig met het zoeken naar rust of het vinden van rust. Hebben we het allemaal lastig omdat we allemaal zo geïsoleerd leven en niet samen kunnen zijn. En hebben we het allemaal lastig omdat we eigenlijk een essentieel ding niet kunnen vinden waar we wel allemaal naar zoeken. Dat essentiële ding is vrede, innerlijke vrede. En eigenlijk is dat niet iets nieuws. Dat is iets wat door de hele mensheid heen en vanaf het begin van de geschiedenis al aan het zoeken zijn. En vandaag willen we jullie meenemen door de hele Bijbel heen naar drie aspecten van die vrede en de zoektocht daarnaar. Eerst gaan we het hebben over het verlangen naar die vrede. Vervolgens gaan we het hebben over een profetie die gedaan werd over die vrede. En uiteindelijk gaan we het hebben over de vervolmaking of de vervulling van die vrede en dat die uiteindelijk is gekomen. Het verlangen kunnen we terugvinden in de Bijbel in psalmen, waarin David, de profeet, 1000 jaar voor Christus, in psalm 29 vers 11 zegt: "De Heere zal zijn volk kracht geven, de Heere zal zijn volk zegenen met vrede." Wij kunnen hier dus zien dat het volk toen al heel erg veel verlangen had naar iemand die hun vrede zou geven. En dat is het. Een verlangen naar de vrede. En de Heere God laat zijn volk, als ze zoeken naar Hem, de Koning van de Vrede, nooit zomaar zitten. De Koning van de Vrede. 750 jaar voor Christus. In de profeet Jesaja, een van de profeten die heeft gesproken over de komst van de Heere, de Koning van de Vrede. Toen hij zei: "Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder." Een duidelijk bericht over de Koning van de Vrede die het verlangen kwam vervullen. En jaren later, toen de Heer Jezus eenmaal op aarde was, nadat hij geboren was en nadat hij hier kwam en zijn woord ging prediken en mensen ging vertellen over die vrede, over de innerlijke vrede, maar ook over de eeuwige vrede, toen gaf hij onszelf de vervulling van deze verlangen en profetieën. Hij zei namelijk tegen de mensen in Johannes hoofdstuk 14 vers 27, zei hij: "Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, niet zoals de wereld hem geeft, geef ik die u. Wees niet bang, uw hart worden niet ontroerd." Hij zei tegen ons dat door die vrede die hij ons zou geven, door die vrede die hij ons heeft gegeven, dat we niet meer bang hoefden te zijn dat er iets zou komen die dat zou in de war zou kunnen schoppen. Het volk vraagt om vrede. Er wordt door de profeten geprofeteerd over de Koning van de Vrede die komen zal. En de koning spreekt ons zelf aan: "Ik ben de Koning van de Vrede, wees niet ontroerd." In deze tijden, zoals we net hoorden, die heel rumoerig zijn, heel roerig om ons heen, waar heel veel om ons heen gebeurt en heel veel onrust speelt, laten wij dan vooral zoeken naar de juiste bron. Wij weten die van binnen wat de bron is van onze vrede. Laten wij niet proberen van allerlei dingen in te passen in ons hart die daar niet passen. Laat op de zetel van ons hart de Koning van de Vrede tronen. We willen jullie allemaal een heel fijn en heel vredevol kerstfeest wensen. En alle gezondheid en alle liefde. Ere zij God in den hoge. Vrede op aarde. En bij de mensen des welbehagens. Tot de volgende keer. Merry Christmas.